Hey, leuk dat je kijkt naar deze vlog van Stichting Carmel College. Kinderen van de Carmelscholen door heel Nederland hebben gefilmd wat hun school naast de lessen zo leuk maakt. En dat laten ze jou graag zien. Hoi, ik ben Paula, ik ben 13 jaar en ik zit op Twickel College Borne. Hoi, ik ben Joni, ik ben 13 jaar en ik zit op Twickel College Borne. Wij laten nu even drie plekken van onze school zien. En ja, dat gaan we nu kijken. Nou, hier komen we dus elke ochtend binnen. We hebben niet zoveel kruis op school, want we hebben ook niet heel veel leerlingen. En bij ons moet je hem bedienen met een pasje. Nou, dit is dus onze aula. En daar zitten we hier ook kapozen. Ik vind de aula gaat voetballen in de pannen gooien. Nou, dit was dus een kleine routine van onze school. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei! Doei! Mijn naam is Mitchell. Ik ben Pooja. En vandaag gaan we jullie wat meer vertellen over onze school Arkelstein. Ja, wij zitten hier op het praktijkonderwijs. Wij doen deels dingen met de handen, zoals hout, metaal, groen. Zoals je ziet staat hier boven ontwikkeld talent voor werken. Dat betekent dat je hier dingen gaat leren, zodat je later een goede baan krijgt. Nou, dit is achter de school. Dit is onze schooltuin. Hier doen wij groen. Vaak op school bij ons. Zoals spitten, hegknippen. Nou, dit is het schilderij dat door een leerling is gemaakt. Dit is, haar naam is Etty Hillesum. Dat is de bedenker van de naam van onze school. Het was ook, net zoals Anne Frank, een Joods meisje in de oorlog die ook gestorven is. Welkom, dit is het kooklokaal. We koken hier voor onszelf, maar ook voor de docenten. Lekker! Hallo, ik ben Pien. En ik ben Evi en wij zitten op het Twents Carmel College in Deerdenkamp. We willen jullie graag twee dingen laten zien van onze school, dus kom maar mee. Ik sta hier voor het bad die op onze school is geplaatst toen onze school excellent was. Nu in de kantine. En de kantine is nieuw gemaakt zodat je ook overal kunt werken. En dat je niet alleen kunt zitten, maar ook werken onder de lessen. En we laten jullie nu een paar shots zien. Hierachter zie je een schilderij van Hanuka, Kinderen uit het huis. En daar gaan we altijd een sponsorrol voor doen, om daar geld voor op te halen. Ik ben Lars Hendricks, ben 14 jaar oud en zit op het Hooghuis, het locatie Mondriaan College. Ik ben Niels Hendricks, ik ben ook 14 jaar oud en ik zit ook op het Mondriaan College. Wij zijn gevraagd voor het Carmel College om te vloggen op onze school. Op onze school vindt het ook heel belangrijk dat je gezond blijft en dat je goed in beweging blijft. Daarom hebben we hier een voetbalkooi waar je lekker kan voetballen. Dit is onze schoolbibliotheek en dat is heel fijn, want je kunt voor alle vakken een boek lenen. Wat ook heel fijn is aan onze school is dat je 2 jaar in de brugklas zit. Dat betekent dat je 2 jaar dezelfde mentor hebt en 2 jaar in dezelfde klas zit. En zo kan je groeien tot je eigen niveau. Dit was het Mondriaan College in Vogelvlucht. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Later! Doei! Ja jongens, bedankt voor jullie mooie vlogs. En het leuke is dat ze nog vaker gaan vloggen. Dus houd het YouTube-kanaal van Stichting Carmel College in de gaten.